ik maak dingen om de wereld om me heen weer begrijpbaar te maken. Zonder dat zou ik ook gek worden. Begint met kijken. Begint met kijken. Ik heb altijd vanaf dag 1 gehad dat mensen tegen me zeiden, wat je wil, dat kan niet. Ik had een idee, maar het was eigenlijk nog heel vaag. Dat grote systeem, al die zekerheden die we vroeger hadden, dat gaat een beetje rafelen en een beetje brokkelen. Niet meer dat grote systeem vertrouwen. En dat we misschien dus ook op een andere manier daarmee om moeten gaan. In plaats van geloven dat het maar vanzelf weer overwaait. Ik denk dat we allemaal moeten veranderen. We moeten allemaal mee. Die oude regels gelden niet meer. Voor mij is het heel duidelijk dat die oude wereld crasht. En de nieuwe wereld nog onduidelijk is. De crisis die er op een raar soort manier is. Qua energie, qua economie. Doet weer een soort beroep op een nieuw soort creativiteit. En dat vind ik heel gaaf. En dus eigenlijk tech gebruiken om daar een eigen draai aan te geven. Ja. Dat vind ik een hele spannende. Soms in dat Nederland zijn we zo goed met meningen geven. Hè? Ik vind dit, ik vind dat, ik vind zus en ik vind ik zo. Flikker nou eens op met die mening. Kom op eens met een voorstel. Wat gaan we nou doen? Ja, een beetje porren. Ja, dat mag toch? Gebruik nou die kennis en die energie en die creativiteit die er is in dat mooie, rare Nederland. En stel het naar een voorstelmode toe. Voor mij gaat het over dingen maken die een nieuwe wereld uitlokken. Soms begin ik gewoon een project omdat ik het interessant vind. Dan is er nog geen klant of context. Je begint gewoon. En dat verruimt je kop op zo'n manier dat het vroeg of laat ook weer, ja, dat komt wel goed. Dat duikt dan weer een keer op. We hebben dat in Nederland nog niet eens zo lang geleden al gehad. Dat we dingen maakten om vrij te zijn, om te dromen, om te durven dromen. Geef jezelf die ruimte. Investeer in die dromen die je hebt. Het gaat niet om gelijk hebben. Dat is echt het sufste wat je kan hebben. Iedereen heeft gelijk. Het gaat om dat je iets maakt wat ook voor anderen een bepaalde waarde heeft. Op wat voor manier dan ook. Het gaat erom wat je genereert. Het gaat erom wat je wil bereiken. Dat je gelooft in iets. Dat je droomt van iets. En tegelijkertijd ook heel erg die behoefte hebt om het te realiseren, om het te bouwen. Je ziet steeds meer dat we moeten gaan delen om de dingen te hebben die we willen hebben. En op een gegeven moment merk je van dat als je wil groeien, dat je moet loslaten of zoiets. Dingen te doen die je doet omdat je ze belangrijk vindt, zonder dat er gelijk een soort doel of een soort hard eindpunt aan vastzit. Het is wel een soort iets wat nu is. Wat ik razend interessant vind. En waar ik heel veel nieuwe energie van krijg. Waar ik ook een stuk gelukkiger van word. Ja. Nu zitten we eigenlijk in een fase dat techniek niet meer een soort verlengstuk van ons is. Maar dat we ernaar gaan luisteren. We kunnen alle kanten uit. Dat is het toffe. Ik denk alle projecten zijn eigenlijk een soort voorspel voor een nieuwe wereld. Waarin je techniek wil gebruiken om die wereld weer wat menselijker te maken. Dus techniek niet alleen maar functioneel of Facebook. Maar inderdaad om mensen met elkaar te koppelen. Je kan zo, hè, gewoon lekker voor jezelf. En ja, ik. Maar het is eigenlijk veel interessanter als je een beetje om je heen kijkt. Want opeens ga je koppelingen maken. Je wordt meer, je kan betekenis hebben. Er verschuift iets dat we minder gefocust zijn op het object, maar meer naar de ervaring of naar het delen toe gaan. Of naar wat het uitlokt. Dat vind ik een hele spannende tendens. Weet je wat het leuke is?
Ik merk dat dat zit ook heel erg nu. Als ik op de kunstacademies of op de universiteiten kom. Mensen willen ook heel graag vooruit en nadenken over. Wat ik probeer alleen maar te zeggen is, het is niet iets afstandelijks. Het is niet iets van een stelletje whizkids in een zolder. Dit zijn wij. Dit is onze cultuur. Dit kan je gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen. En dat is iets fascinerends. Dat nieuwe lokale, dat superlokale, dat komt weer terug. En dat is echt een hele spannende. Ik zou dat juist eerder omarmen dan er bang voor zijn. Ja. Misschien ben ik naïef daarin. Maar ja, dat zal nog wel. We zullen het zien.